uitzending? Ja, ben ik beeldig. Wil ik eventjes een onverwachte gast bij jullie aankondigen, ja? Ja, hier is onverwachts binnenkomen lopen op de Kupulan, de topster van Indonesië, Rima Melati. Leuk. En dit is haar man, ja? Frans Tumbuhan. Weet je, in Indonesië, ze heeft heel veel films gemaakt, toneelstukken, platen, door maar door shows, weet je. Ik vind het zo leuk, Rima, dat je bij tante bent. En de Hollandse kijkertjes, ze kennen Rima natuurlijk van de film Max Hapelaar, ja? Oh. Ja, toen was je toch zwanger, Rima? Ja, ja, ik was heel zwanger, ja. Van jou, ja, Frans? Ja. En wat is eruit gekomen? Een meisje. En hoe heet ze? Hanneke Adinda. Hanneke Adinda, zo lief, ja. Ay, Rima, je moet straks iets. Ja, ik kom zo dadelijk bij jou terug. Ja, maar ik ben dol gezellig. Ja. Ze eet en drinkt, ja. Lydia Buaya. Tjoba, ze moeten maar drinken hebben. Kom nu, we gaan gewoon beginnen, zeg. Ja, wat is eigenlijk een pantoen? Pantoen is iets met lied en vers, bepaalde manier. Dat kunnen we... Doe, ik spuug. Dat kunnen we beter aan Rima vragen of aan Frans, ja? Dat is een quatrain. Vaak improvisorisch. Dus, in gezelschap improviseert men quatrainen. Ay, Rima, zing jij dan eventjes een pantoen? Kom dan even hier. Ja, ik dan. We zingen mee. Ja, we zingen allemaal mee. Kom dan. Dames en heren, Rima Melati. Ayo mama, jangan mama marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Lah orang muda punya biasa. Di sini ada, di situ ada. Di mana-mana selalu ada. Di sini enak, di situ enak. Asal jangan sampai dapat anak. Ayo mama jangan mama marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama jangan mama marah beta. Nah, orang muda punya biasa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah aku menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi.